Dan les 2 over de industriële revolutie met als volgende onderwerpen: Hoe leefden de arbeiders tijdens de industriële revolutie? Wat is nou in Zemels naam een klassenmaatschappij? En welke belangrijke uitvindingen werden er gedaan tijdens de 19e eeuw? Let's go. Goed, paragraaf 4.2 over de industriële samenleving. Naar mijn idee, eigenlijk stiekem nog best een relevant onderwerp vandaag de dag. De volgende leerdoelen komen hierbij aan bod. Je kunt uitleggen hoe de werk- en leefomstandigheden waren van arbeiders ten tijde van die industriële revolutie. Je kunt uitleggen wat een klassenmaatschappij is en hoe die verschilden van een samenleving. Dus die van de middeleeuwen. En je kunt enkele belangrijke uitvindingen noemen die in de 19e eeuw werden gedaan. We beginnen ons verhaal op een beetje een treurige noot. De arbeidsomstandigheden van de allereerste arbeiders in fabrieken waren. Bijzonder slecht. Dat is eigenlijk ook nog wel een understatement. De lonen waren heel erg laag. Want de fabrieksarbeiders die wilden zoveel mogelijk centjes gaan verdienen. En om zoveel mogelijk centjes te kunnen gaan verdienen is het heel erg fijn als jij je werknemers veel te weinig betaalt. En dat gaat dus ook gebeuren. De lonen waren dusdanig laag dat de mannen niet alleen zelf naar de fabrieken moesten. Maar hun vrouwen en kinderen moesten ook mee gaan werken in de fabrieken. Waardoor er nu een systeem ontstaat waarbij kinderarbeid best wel orde van de dag is. Er zijn hele lange werkdagen. Een werkweek duurde zes dagen. Dat betekent dus dat de zaterdag ook nog, maar nog een normale werkdag was. Vandaag de dag hebben wij werkweken van vijf dagen met twee dagen weekend. Vroeger waren het zes dagen. En vakantie was gewoon complete onzin, want dat bestond niet. Je hele leven lang was je aan het werken. En omdat je je hele leven lang aan het werken was, was jouw hele leven ook niet zo heel erg lang. Die eerste fabriek had ook nog eens heel erg gevaarlijk werk. Want die eerste machines die waren gevaarlijk. Dat waren linkapparaten. Dat waren heel erg linkapparaten omdat vandaag de dag als je een machine hebt. Daar staat dan zo'n hele constructie omheen om ervoor te zorgen dat die machine niet gevaarlijk voor jou is. Maar vroeger was er helemaal geen enkele bescherming om zo'n machine heen. Dus als jij langs liep en jouw moutje kwam in zo'n machine terecht. Dan ging jouw mouwtje in die machine. Dan trok die machine jouw mouwtje eraf. Dan trok die machine jouw arm erin. En dan trok die machine jouw arm eraf. En dan had je nog maar één arm. En wat dan nog verdrietiger is. Met één arm kun jij niet zoveel werken. Als iemand met twee armen. Dus dan kwam de fabriekseigenaar naar je toe. En die zei: Ja, kijk, jij hebt één arm. Jouw. Broer heeft twee armen. Ik denk dat ik jou laat gaan. En dan neem ik jouw broer aan. Want die kan gewoon veel meer werken. Dus veel succes met je ene arm. De fabriekseigenaars deden echt helemaal niks om de werkomstandigheden van hun arbeiders te verbeteren. Want werkomstandigheden verbeteren kost geld. En als jij geld moet betalen, betekent dat je ook minder geld kunt verdienen. En dat is niet leuk. Dus jij wil wel heel erg graag zoveel mogelijk geld verdienen. Als jij ging protesteren, van ik vind het niet heel erg leuk dat ik hele dagen bijna dood ga in de fabrieken. Dan werd jij gewoon doodleuk ontslagen. Want jij was aan het protesteren en iemand anders wil jouw werk wel doen, want er is meer dan genoeg werkloosheid. Dus als jij gaat protesteren, heb je gewoon een groot probleem. De leefomstandigheden van arbeiders waren daarnaast ook eens bijzonder slecht. Er was geen openbaar vervoer. Dus er waren geen treinen, er waren geen metro's, er waren geen bussen. Er was helemaal niks. Mensen moesten daarom heel erg dicht bij fabrieken gaan wonen om maar op tijd op hun werk te kunnen zijn. Want anders zou je uren moeten reizen om op tijd op je werk te zijn, en dat is heel erg onhandig. Dus het liefste woonde jij tegen die fabriek aan, zodat jij maar twee meter hoeft te lopen en je kunt aan het werk. Daarom gaan om de nieuwe fabrieken. Heen. Hele grote steden ontstaan. Dit noemen wij urbanisatie. Urbanisatie betekent dat steden gewoon heel erg snel gaan groeien. Voornamelijk omdat er een fabriek wordt gebouwd, in dit geval. En om die fabriek heen gaan heel erg veel mensen wonen. Fabrieken die blazen dag en nacht giftige rook uit. En dan hebben we het niet over een beetje giftige rook, maar dat betekent dat is giftige rook, waardoor jij gewoon binnen een paar jaar eigenlijk wel enge longziektes zou gaan ontwikkelen en de pijp uitgaan. Huizen waren heel erg klein, slecht gemaakt ook. Ramen was een luxe die niet iedereen per se had. Isolatie was een luxe die sowieso. Niemand had, er was geen stromend water, er was geen riolering, waardoor er ook heel erg veel ziektes waren in de steden. Door die industrialisatie verandert rond 1800 de economie. Want door de opkomst van de fabrieken gaan ondernemers zoveel mogelijk winst maken met het produceren van goederen. Daarvoor willen ze zo min mogelijk wetten en regels over de afgesproken prijzen en lonen. En dat noemen we met een heel kort eng woord het kapitalisme. Kapitalisme is een economisch systeem waarbij rijke mensen zo min mogelijk overheidsbemoeienis willen om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen met het product wat zij produceren. En dat gaat in de industriële revolutie echt enorm groeien. Door het kapitalisme gaat de samenleving ook nog eens flink veranderen. Want de samenleving uit de middeleeuwen die maakt plaats voor een klassemaatschappij. Die standensamenleving uit de middeleeuwen voor de duizendste keer, die hebben we vorige hoofdstuk ook nog gehad. Jee. Eerste stand geestelijkheid, die helpen mensen met bidden en zo. Tweede stand de adel, die beschermt en bestuurt het land. En de derde stand de rest van de wereld, die alles moest gaan produceren en daarbij ook alle belasting moest betalen, meestal. In ruil voor deze standensamenleving komt er een klassemaatschappij. Dat is een maatschappij waarbij sociale lagen. Zijn gebaseerd op bezit en niet op jouw stand. Dus het maakt niet uit hoe belangrijk jouw papa was. Het gaat erom hoeveel bezit jij nu hebt. En hoeveel bezit jij hebt, betekent hoeveel invloed jij ook kunt hebben op de samenleving en op het bestuur van die samenleving. Dat betekent dus ook dat de rijkste families het meeste te zeggen hebben. De klasse maatschappij bestaat uit drie klassen die je moet gaan onthouden en op deze manier ook moet gaan kunnen bespreken op de toets. De eerste laag was de toplaag, dat was de ultieme elite. Dat waren de meest rijke Tatas van heel de wereld. Wereld. Zij waren een hele kleine groep rijke ondernemers. En dit waren de bezitters van het kapitaal. En kapitaal betekent eigenlijk alles wat je nodig hebt om producten te maken. Als jij een machientje hebt die voor jou brood bakt dan heb jij kapitaal want dat kapitaal dat zorgt ervoor dat jij geld kunt verdienen met dat verkopen van dat brood. Deze mensen wonen ook in de ruimste huizen met tuinen in de buitenwijk en hun kinderen gaan naar de leukste scholen en hun vrouwen die blijven hele dagen thuis want die mogen niks doen verder dus dat is ook wel een beetje saai. Daaronder hebben we de middenklasse. En de middenklasse bestaat uit geschoold kantoorpersoneel, uit winkeliers, uit docenten, uit de mensen die wel een redelijke woning kunnen betalen, maar niet per se een hele grote dikke portemonnee hebben. Zij zij leven goed. Zij leven eigenlijk zoals de enigszins rijke mensen vandaag de dag leven. Deze mensen hoeven zich geen zorgen te maken over te betalen rekeningen. Deze mensen hoeven zich geen zorgen te maken over hongersnood. Deze mensen die leven gewoon redelijk goed. Zij zijn rijk, maar zij zijn lang niet zo rijk als die ondernemers van de toplaag. Want die ondernemers van de toplaag, dat is zeg maar 1% van de samenleving. En die hebben 99% van al het bezit. Dus dat is wel een vrij oneerlijke samenleving. Dan hebben we als laatste en grootste klasse de... Arbeidersklasse. De arbeidersklasse bestaat uit de arbeiders en zij zitten onderaan in de samenleving. Zij hebben geen eigen bezit. Zij werken voor de toplaag. Zij verdienen geld voor de toplaag. En zij moesten werken om iets te verdienen. Door de industriele revolutie verandert in de 19e eeuw het dagelijks leven voor de mensen razendsnel door nieuwe uitvindingen. En dan heb ik het voornamelijk over de mensen van de middenklasse en van de toplaag. Want voor de arbeiders verandert het leven eigenlijk van kwaad tot erger. En dat verandert niet zo heel erg snel. Zo worden er in de 19e eeuw uitvindingen gedaan zoals de verbrandingsmotor op benzine of diesel en zo'n verbrandingsmotor op benzine op diesel die leidt uiteindelijk tot de uitvinding van de auto waardoor jij lekker naar je werk kunt crossen dat je ook niet meer zo dicht bij je werk hoeft te wonen zolang jij op zijn minst van de middenklasse bent want auto's zijn kapot duur dus die kun je niet betalen als jij een arbeider bent de gaslamp en de elektrische lamp zorgen voor betere verlichting de telegraaf en de telefoon zorgen ervoor dat er over heel grote afstanden gecommuniceerd kan worden. De telefoon ken jij. De telegraaf is niet die krant waar we het over hebben, maar over een machientje waardoor jij zo op een knopje drukt en dan komen er piepjes uit en met die piepjes geef jij aan andere mensen door wat er aan de hand is. Dat noemen we die morsecode. Dus heb je piep 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 piep, dat betekent SOS. Dat is ook het enige wat ik in morse weet. Medici, dus mensen die Geneeskunde studeren. Die leerden steeds meer over geneeskunde. Met name door inentingen. Want inentingen of vaccinaties. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk een afweer opbouwt. Voor een bepaalde ziekte. Waardoor jij enge ziektes niet meer gaat krijgen. En hygiëne. Waardoor er minder sterfgevallen komt. Om eventjes aan te geven. Wat de medici hier gaan leren. En dit is eventjes iets. Waardoor jij misschien gaat denken. Bruh. Medici komen er in deze tijd achter. Dat het misschien. Handig is om jouw handen te wassen. voordat jij iemand gaat opereren. Dus ja, de rijkste, de toplaag, de ondernemers profiteren eigenlijk nog steeds het meeste van deze veranderingen. Maar later gaat iedereen een beetje mee profiteren van deze verandering. Want als er genoeg auto's op de markt zijn, dan gaat de prijs van die auto's ook dalen. Waardoor ook de wat armere mensen een auto kunnen kopen en worden mensen niet meer per se in de buurt van hun. Fabrieken hoeven te wonen. Komen we weer terug bij de leerdoelen. Je kunt uitleggen hoe de werk- en leefomstandigheden van arbeiders waren. Crap. Ik ga niet eens uitleggen hoe, maar dat kun je terugzien in het filmpje. Maar hun leefomstandigheden waren vrij slecht. Je kunt uitleggen wat een Klassemaatschappij is en hoe die verschilt van de standaard samenleving. Een klassemaatschappij is een maatschappij waarbij jouw sociale laag, dus hoe belangrijk je bent in de samenleving, is gebaseerd op hoeveel bezit jij hebt, niet op hoe belangrijk jouw papa was. En die klassemaatschappij zijn drie belangrijke sociale lagen. De eerste is de toplaag, de rijkste mensen die al het kapitaal hebben. De tweede laag zijn de middenklasse, de mensen die wel enigszins centjes hebben, maar niet genoeg om echt daadwerkelijk iets te kunnen besturen. En als laatste de arbeiderslaag die helemaal niks te zeggen hebben en eigenlijk gewoon maar moet gaan. En je kunt enkele belangrijke uitvindingen noemen die in de 19e eeuw werden gedaan. Dan hebben we het over de telefoon. Dan hebben we het over de verbrandingsmotor op diesel of op benzine. Dan hebben we het over de telegraaf. Dan hebben we het over inentingen. En dan hebben we het over het werelds belangrijkste uitvinding ooit: handen wassen. En daarmee zijn wij helaas alweer aangekomen bij het einde van dit hele leuke filmpje. Vergeet voornamelijk niet om te liken, om te subscriben en om deze interessante informatie met al je vrienden te delen. Doei doei!